De komende jaren zet de EU stevig in op digitalisering van het bedrijfsleven. Als onderdeel van het Digital Europe Program komt er een netwerk van circa 150 regionale European Digital Innovation Hubs, EDI. Hiervan zijn er 6 in Nederland gevestigd. Met de komst van de EDI's worden Nederlandse bedrijven geholpen bij hun digitalisering of robotisering. Bedrijven kunnen optimaal gebruik maken van landelijke expertise en specialisaties. Voor Oost-Nederland wordt aan de bestaande hub Boost Smart Industry de EDI Boost Robotics toegevoegd. Deze EDI richt zich op producerende MKB-bedrijven in de technologische industrie, agri-food en medische technologie. Hoe werkt het in de praktijk? De innovatiemakelaars van Kennispoort Regio Zwolle, RCT Gelderland en Novelty helpen ondernemers die willen digitaliseren of robotiseren. Om inzicht te krijgen in je huidige situatie, ambities en belangrijkste kansen is het Smart Industry Assessment ontwikkeld, waarin de transformatiedomeinen van Smart Industry en de kerncompetenties van het bedrijf in opgenomen zijn. Zo krijg je een helder beeld om de volgende stappen te zetten. Een aantal mogelijkheden, zoals technologiebenchmarking, een haalbaarheidsstudie, een technologiebeoordeling in een demonstratoropstelling of de technologie op een grotere industriële schaal testen. Om inzicht te krijgen in de verschillende financieringsmogelijkheden kan een onafhankelijke adviseur geraadpleegd worden. Ook ondersteuning bij het opstellen van de business case om de financieringsvraag te onderbouwen behoort tot de mogelijkheden. De skills en trainingfaciliteiten van de kennisinstellingen betrokken bij de EDI Boost Robotics bieden de ondernemer en zijn medewerkers volop mogelijkheid om in alle fasen van het digitaliseringstraject kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Hij wordt in contact gebracht met een van de onderwijsinstellingen die verbonden zijn aan deze EDI. Voor EDI Boost Robotics werken de provincies Gelderland en Overijssel samen met ondernemersorganisaties, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. Voor de komende 3 jaar is hiervoor 6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld.